Non-stop 50 uur dansen voor het goede doel. Dit is de Dansmarathon. Welkom terug bij de spannende ontknoping van de Dansmarathon. Hier in Breda is 50 uur gedanst. En niet alleen voor het goede doel, maar natuurlijk ook voor die felbegeerde 100.000 euro. We hebben hier nog drie koppels over. Het danspaar dat de minste rusttijd heeft verbruikt, wint dat prachtige geldbedrag. Ik ga nu het danspaar noemen dat op de derde plek is geëindigd. Met een rusttijd van 3 uur, 9 minuten en 38 seconden. Wij zijn allemaal trots op jullie. Linda en Mezam! Jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan, hè? Echt fantastisch gedaan. Wees daar alsjeblieft trots op. Het is ongelooflijk. Ja, en dan de nummers 2 en 1. Eén koppel heeft een rusttijd van 2 uur, 39 minuten en 22 seconden. In 50 uur dansen. Het andere koppel heeft een rusttijd, en ik kan het bijna niet geloven, van 0 uur en 35 minuten exact. De winnaars van de Dansmarathon 2021 met 35 minuten exacte rusttijd zijn geworden. Koppel 89, Tawatta en Jermaine! 100.000 euro! Gepresteerd is. Ja, en ook de nummers 2. Toon en Marie, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ja, tweede, dames en heren. Tweede, wat geweldig. Maar Jermaine, ik ga heel eventjes naar jou toe. Want ik zag jou achter. En toen hadden we het even over rusttijd. Maar het leek bijna alsof jij nooit bezig bent geweest met rusttijd. Nou, dat blijkt ook wel. Ja, mijn bijnaam is niet voor niets Duracell. Maar je was je wel bewust van het feit dat je 300 rustminuten mocht gebruiken? Ja. Maar goed, het is een wedstrijd. En tijdens de wedstrijd waren we eigenlijk continu bezig met hoe lang is de ander eigenlijk aan het rusten. Dus we hadden een aantal mensen waarvan we dachten, oké, dat zijn potentiële winnaars. En hebben we eigenlijk continu getimed van, Oké, ze zijn nu 2 minuten van de vloer. Oké, dan mogen wij dus nog een minuut pauze nemen. Ja, ik denk dat je hier ook wel ziet wat 50 uur dansen met je doet als je 35 minuten rust neemt. Ik ga jou heel even laten als je het goed vindt. Jermaine, we gaan naar Japan. Ja, we wilden echt heel graag naar Japan. Vanwege de cultuur. En... Sorry, ja, mijn stem is een beetje brak. Je hoeft echt geen sorry te zeggen, echt niet. Maar nee, het is niet alleen Japan. Jermaine gaat op zichzelf wonen. Dus het is voor een huis. Ik doe onderzoek naar een zenuwletsel bij mensen die motorongelukken hebben. Dus mijn geld gaat ook deels daar naartoe. Wow. Fantastisch. Ik heb... ik heb onderzoek gedaan in Indonesië. En daarmee ben ik ook in de krant gekomen. En ja, ik... Je komt nu ook wel in de krant, hoor, denk ik. Ja, in de Indonesische krant op de voorpagina. En ik had gezegd dat ik op zoek was naar mijn familie. En die hebben via Facebook gereageerd toen ik al terug was in Nederland. Dus die hoop ik nu te ontmoeten. Oh. Wat fantastisch. Jullie hebben het fantastisch. Jullie hebben het allemaal fantastisch gedaan. Maar jullie hebben met 100.000 euro gaan jullie het pand verlaten. Geweldig. Echt geweldig. Wat een prestatie. Fantastisch. Respect hoor, jongens. Diep ja. Respect. Absoluut. Dit was het, jongens. De dansmarathon. Oh, wat was dit dan? Ongelooflijk wat is hier neergezet. Ik heb er echt geen woorden voor.
Iedereen bedankt. Hoe meer mensen voor Longfonds meespelen met de Vriendenloterij, hoe sneller de mini-long af is. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus steun Longfonds. En dat kan nog steeds. Ga naar dansmarathon.nl voor meer informatie. Met beelden van onze fantastische winnaars sluiten wij natuurlijk af. Heel fijn weekend nog. Dag. Dag. Gekneusd. Gaat niet. Gewoon heel veel pijn. Ze is oververmoeid, heeft slaapgebrek en daardoor is ze gedisoriënteerd. Al die moeite voor niks. Nee, het was toch gezellig. Ga gewoon door!